Rob Penders, het is nog een behoorlijke tik die jullie krijgen vanavond, denk ik. Ja, kun je wel stellen, ja. Je leeft al een tijdje toe naar deze wedstrijd en daar heb je eigenlijk heel het jaar voor gevoetbald. En dan is het wel een grote domper als je zo verliest. Ja. Ja, Ronnie, het moment in jouw geval van de wedstrijd, de rode kaart. Wat gebeurde daar? Nou, ik zei blinden, verder niks. Het was blijkbaar iets wat hij niet met me eens was. Hij vertelde toen, hij noemde mij een blinde. Ik zei heel schijnbaar uit. En ja, toen vond hij dat ik, moest hij even vertellen dat ik hem, dat het de tweede keer was dat ik NAC het seizoen verkloot. Zo zei hij het letterlijk. En toen voegde hij weer blinden toe. Toen zei ik, nou moet je weggaan. En toen zei hij me nog twee keer. Ja, het houdt een keer op, de tolerantiegrens. Volgens mij is hij al vaker in zo'n situatie terechtgekomen dat hij liegt over wat spelers zeggen bij Nicky Horst, bij Feyenoord. Kan ik me herinneren. En als hij dat zegt, liegt hij nu weer. Want ik zei één keer blinden en hij gaf gelijk rood. En dan kunnen ze misschien de beelden terughalen. Ik zei één keer blinden. Toen gaf hij gelijk rood. Is dat dan niet eerst geel? Nee, gewoon beledigd scheidsrechter uitschelden. Dus ik heb hem nog twee keer de kans gegeven om het er niet te doen. En hij bleef maar gaan en hij houdt het een keer op. Ja, wat was de aanleiding dat je dat zei? Er kwam een bal tussen mij en Hersie. Ik schiet hem keihard weg. En Hersie zet me gewoon over de bal in gestrekt been. Dat kon je zien. Als je hem raakt, dan... toen zei ik, keek naar hem, zei ik blinde. Ik zelf, ik heb maar één keer blinde gezegd en dat was het. Nou ja, ik zeg dat het meerdere keren was, maar... Dat wordt hem wel eens niet een spelletje, dat wil ik niet aan. Hij zag gewoon... Dat is niet jullie wedstrijd wat dat betreft? Nee, en ook niet van hem, denk ik. Ja, daarmee draait hij wel de wedstrijd de nek om. Ja, maar het is niet de eerste keer. Halve finale, beker, Feyenoord. Cijferen stapsel geeft hij ook niet. Dus ik weet niet wat er met die man aan de hand is. Ik zou het niet weten, echt niet. Sommige nachtspelers zeggen ook, ja, de scheidsrechter zei ook van alles tegen ons. Zeikwijf of mafkees, dat soort dingen. Ja, nou, laat ze dat lekker roepen. Dat wordt ook weer en wel eens niet een spelletje. Als je 3-0 verliest, dan is de hoop eigenlijk vervlogen. Waarschijnlijk wel. Ja, dat wordt heel lastig. Maar goed, er komen nog meer kansen. Nou ja, dan moet je daar maar van eens op richten. Nou ja, je moet eerst zaterdag moeten in eigen stadion gaan voetballen. En dan moeten er gewoon de publiek een hele mooie wedstrijd voorschotelen. En daar gaan we voor. Dus het is nu even herstellen. En morgen gaan we naar zaterdag kijken.